Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Heeft u een minimuminkomen en zorgkosten die basisverzekeringen niet vergoeden, maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende verzekering, de CAV. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente www.helmond.nl/CAV. Iedere Helmondse ondernemer voelt op de een of andere manier wel de impact van corona. En het is daarom heel belangrijk om uw eigen lokale ondernemer te steunen. Beste ondernemers, het zijn moeilijke tijden. De afgelopen maanden zijn erg zwaar geweest. Nu moeten we er voor elkaar zijn. Wij, de consumenten, staan achter jullie. Wij denken aan de lokale ondernemers als we gaan shoppen. Wij denken aan de bakker, de slager. Of aan het restaurant waar we zo graag komen. Het zijn moeilijke tijden, maar samen komen we er doorheen. Samen kunnen wij dit aan, dus gewoon even. Want betere tijden komen eraan. Wij steunen lokale ondernemers. Support your locals. Support your locals. Support your locals. Support your locals. De spoorwegovergang van de Engelse weg naar de Vlisco is afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. Dit in verband met de werkzaamheden aan het wegdek. De geplande sluiting van de spoorwegovergang is tot en met 24 november. Bij 250 woningbezitters in Brandevoort is een brief op de mat gevallen met de boodschap om de sierschoorstenen zo snel mogelijk te laten onderzoeken en repareren. Deze schoorstenen kunnen gebreken vertonen en daardoor mogelijk omvallen.